Oké, liefste dagboek. Ik heb gisteren mijn tweede prik gehad. Ja, er komen bloemetjes aan. Oeh, dat is een andere bloem. Of zijn dat twee soorten? Maar de bedoeling was eigenlijk was de bedoeling dat die zouden hangen over die tonnen. Dus dat is gewoon een ton waar je zo de deksels kunt uitnemen. En dan zit daar een metserskuip in met aarde, met gaten in, dat vocht weg kan. Maar de bedoeling was dat die planten erover gingen groeien. En ze groeien gelijk meer in de lucht dan dat ze erover groeien. Dus ik weet nog niet wat er misgegaan is. Allee, dat zijn prikjes van mijn vriendin, voor alle duidelijkheid. Recording. Maar waar ik het dus eigenlijk over wil hebben, is mijn ervaring met de COVID-19-prik. Dus ik heb ondertussen mijn tweede prik gehad. Dit is nog een beeldmateriaal van als ik onderweg was voor de eerste prik. Ik ben nog een beetje te vroeg. Ik ga nog even een klein toertje doen. En daar zie je ook de sporthal die eigenlijk omgebouwd is tot... of het is een expo, waar dan ze de prikken uitdelen. Hier in Wallonië, op veel plaatsen, is er legerbewaking. Ik heb al gehoord dat in Vlaanderen niet het geval is. Maar hier als je binnenkomt, wordt geholpen door het leger. Recording. Ja, ik heb juist mijn vaccin gehad. En ik had... blijkbaar had ik de instructies gemist dat je juist na je prik een kwartiertje moet blijven zitten. En in de rest van die video volgde dan eigenlijk mijn ervaring van de eerste prik. Maar die was nogal speciaal, dus ik heb die eigenlijk niet... Ik heb die nooit publiek gezet. Maar het kwam er eigenlijk op neer. Dus normaal moet je vlak na je prik, moet je kwartiertje... Op sommige plaatsen moet je zelf een half uur gaan zitten. Ik had die stap overgeslaan. Ik was ook met de motorfiets, zoals ik kon zien. En bij het naar huis rijden eigenlijk... Nee, als ik naar de motor stapte, ben ik onwel geworden. Zo is het gegaan. Ik heb dan terug naar binnen gaan melden bij de dokter en zo. Die vroeg letterlijk of dat ik een prik had gehad of niet, omdat ik terug van buiten kwam waarschijnlijk. En dan heb ik daar nog een half uur gaan zitten tot ik erdoor kwam. En dan pas ben ik vertrokken. Maar ik heb ondertussen, dus ik heb nu mijn tweede prik gehad ook. Daar heb ik er absoluut geen last van gehad, maar ik heb wel van de dokter... Dus mijn huisarts die zei dat hij nog een paar mensen, het waren allemaal mannen, dat nog een viertal gevallen die dat gemeld hadden dat ze onwel geworden waren, vlak na de prik. En hij gaf al tip, ja, dus blijkbaar zou het uw immuunsysteem zijn dat reageert. En hij had al tip gegeven van voor de tweede prik, zeker, ik ging sowieso gaan voor de tweede prik, maar hij zei zelf van zeker gaan voor de tweede prik. En dan de dag zelf... Om de 6 uur, dus morgens, middags en 's avonds, Tafval gaan en Primperan nemen. En dat heb ik gedaan. Ik weet nu niet of dat daarom is dat ik de tweede keer er niks van gevoeld heb. Of toch niet onwel geworden ben. Of dat het door iets anders komt. Maar in elk geval, de tweede keer ben ik niet onwel geworden. Ik heb nu wel de eerste keer had ik enkel een zere arm. Nu heb ik wel een klein beetje ziekteverschijnselen ook. Maar voor de rest, ik leef. En ik ben volledig gevaccineerd nu. Ja, ik zeg nu volledig gevaccineerd, maar ze spreken natuurlijk al van een van een derde, van een boostprik spreken ze. Ja, natuurlijk, die moest ik echt zoiets fabriceren. Ik zou een abonnement aanbevelen. Mijn korting op een jaar aankoop.